Oh, we gaan alleen nog maar twindriften. Die andere, we gaan ook niet meer opwarmen, al die onzin. Gewoon hop, pats, boom, twindriften. Nou, hier komt de volgende run aan. Leer even op. Mooie handremactie. Frits, die heeft heel veel onderstuur, zal te zien. Hij wordt helemaal geïntimideerd door Ray Lee. Ja, zoveel loop voor je neus, dan zie je ook weinig meer, hè. Kijk, die Ray Lee. Oh. Even zwemmen, even zwemmen. Plons! Ja, man, zo'n dijkstraat en zo'n Fries is toch helemaal gek. Spektakel of niet, Tom? Onwijs, wat een gare gozer is die Willem-Jan Dijkstra, zeg hij. Wat een rare, ook zo'n raar idee om zo'n zo Skyline-motor in zo'n S13 te bouwen. We hebben de uitslag. Ja. 9-1. Ja, snappen we. Voor mij. Nee, dat snappen we wel. Maar we willen hem eigenlijk nog een paar keer zien. Oké, hier komen ze weer aan. Frits voorop, ben jij erachter? Kijk, W.J. laat heel veel ruimte. Hij weet dat hij sneller is als Frits. Oh ja. Hij zet hem in. Nou, dit is wel een beetje als de boodschappen aan het doen zijn. Oh, Frits spint bijna. En Frits spint nu helemaal. W.J. gaat heel mooi direct het termijn. Geef hem een applaus. Nou, dit is 10-0. Dus W.J. gaat door naar de laatste 8. Nog een spektakel maken bij de laatste 8. Kijk, daar hebben we de volgende run. Ja, we krijgen weer wat lekkers hoor. We krijgen die rare Ier van 21. Die gozer is ook echt niet lekker hoor. Maar ja, dat land heeft ook alleen maar gras en zo. Maar ook wat asfalt, dat heeft hij ontdekt. Dat is Dijkstra. W.J., W.G. noemen we hem. We noemen hem gewoon W.J. eigenlijk. Vinden we handig. En zo wil hij ook heten. En dat het allemaal een beetje scheef hangt, dat is omdat hij alles probeert. En dat vinden we gaaf. Want hij probeert zoveel. Als u weet wat er deze 3 dagen van die auto afgevallen is. Volgens mij als je hier een rondje loopt, vind je nog allerlei stukjes. Wel nu, en om een warm-up voor Batsy. Als eerste. Ja hoor, mijn schoenen. En 2 pylonnen. Veilig punt sta je daar, Tom. Ik sta hier wel lekker. Joh, ik ben nou 63, die rest is niet meer zo belangrijk, toch? Achter je ligt een pylonnetje om. Je meet het. Vincent deed dat goed hoor, trouwens. Die dacht zo, laat die gek maar even gaan. Die Ieren, ach ja, allemaal koeien daar. Maar, deze figuur... Deze figuur die... Eigenlijk rijdt hij een beetje te netjes. Maar dat was even over. Wacht even, Ol. Ja, ik wacht wel, maar ik weet niet of die drifters wachten. Nou, meld het maar. Het zit helemaal onder. Ja, lichte kleur het even aan. Als je het ook weer aan hebt... Nee, die rubber man. Ja, nu komen ze er wel aan, toch? Niet in. Kijk, dat die 63 er al wel ongeveer genoeg waren, betekent niet dat het nu meteen over hoeft te zijn, want ik wou morgen op vakantie namelijk. Oké, hier komen ze aan. Betsy voorop. Hey, André, heel mooi. Oh, daar gaat de W.J. echt door. Die kennen we al. Nou, de punten zijn voor Vincent, want dat vindt het publiek, geeft 100 aan hem, let maar op. Ja, kijk, geef hem een applaus. Onze coole Betsy. Nou, dat is 10-0 voor Betsy. Ja, de huisfotograaf zorgt gelukkig ook voor het parcours. Ik heb stadbesluit gekregen. Het begint langzaam bij mij een beetje te jeuken, Olaf. Ik weet niet hoe het bij jou is. Maar we staan hier nou al 2 uur te kleppen. Moet nodig even gegast worden, zo langzamerhand, vind je? We gaan zo meteen al een potje gassen, ja. Gaan we doen, hè? Even voor de info, van 4 tot 5 kunnen jullie zelf ook nog meerijden in de drifttaxi. Jullie kunnen je aanmelden in Falcon Autostel. Aanhangwagen waar de mooie dames op staan. Hier komen ze weer aan. Betsy verder achter, die weet dat hij veel sneller is. Nou moet hij er wel naartoe gaan lopen.
Want dit noem ik niet echt aanvallend driften, Tom. Ja, maar ik vind dit geen battle hoor, deze twee. Op dit moment vind ik een stelletje mythe. Ik vind Bussie een beetje watterig nou. Maar ja, misschien is het op safe. Hij heeft zoiets van, ik heb al 10 punten. Dus ik ga dat nu niet vergooien door te spinnen. En ik blijf rustig achterrijden. Dat is ook een tactiek. Maar het is niet echt een gave tactiek. Nee hè, Tom? Wacht maar. Ja, we hebben hier allemaal Bussie fans. Ja, oh. Let op die Lennart Wander straks. Kan je wat beleven. Oké, 6-4 voor Vincent. Nou, Bootsie op 10-0. Dus Bootsie gaat door naar de laatste 8. Ik denk toch dat ik iets meer heb met die gekken. Dan met die berekenende figuren. Hé, hey, maar zie je dit? Dit zijn ook twee toppers van de Nederlandse driftscene. Lennart Wander. In de Skyline R34 en Werner Zwaneveld in zijn Screaming Toyota. Daar geef je een applaus! Dit is het